welkom bij deze nieuwe video. Vandaag beginnen we de video hier, want ik ga vandaag deze goodiebox reviewen van Kruidvat. Ik zit bij de Hartje Kruidvat Squad en dat houdt in dat ik weer een jaar lang samenwerk met hun. Afgelopen jaar zat ik er ook bij en nu weer. En een paar weken geleden was het event. Eindelijk konden we weer gewoon een fysiek event hebben. Helaas kon ik er niet bij zijn. Wel echt heel jammer, want ik had het echt heel leuk gevonden om iedereen te ontmoeten. Maar ze hebben mij dus wel alsnog deze goodie bag gestuurd via de post. En daar ben ik heel blij mee, want het zijn een heleboel leuke producten. By the way, ik heb wat blauwe plekken op mijn gezicht. Dat komt door de fillers, dat gaat nog weg. Dus ik dacht, ik wilde al deze make-up gaan testen. Het is echt een heleboel. Dus ik dacht, ik ga een video erover maken. En dan ga ik het eerst hier allemaal unboxen. En dan daarna gaan we naar boven. En dan gaan we gewoon de make-up echt testen op mijn gezicht. Dus vandaar dat ik hier voor nu zonder make-up zit. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ga er even goed voor zitten. I love it. Ik hou altijd van goodie bags. Ik ben altijd zo benieuwd wat erin zit. Ik wist ook helemaal niet dat ik hem alsnog zou ontvangen. Dus het was echt een hele leuke verrassing. Het is make-up, skincare en gewoon, ja, gewoon een aantal beauty producten. Ik ga beginnen met de eerste make-up product. En dat is deze nieuwe mascara. Dit is de Extra Black Mascara. Deze Sky High Mascara was zo populair. Ik heb hem ook getest en ik vond hem heel fijn. En dit is dus een nieuwe versie of zo. Die is Cosmic Black. Dus blacker dan die andere. Terwijl die andere is ook black. Dus ik ben benieuwd hoe black die gaat zijn. Ik heb hier van Essence een oogschaduwpaletje. Deze is echt heel zomers, heel kleurrijk. Zien we dit? Dus hiermee ga ik een look maken. Ik weet al wat voor look ik hiermee ga maken. Een best wel heftige kleurrijke look. Vind ik wel leuk vandaag. Dus ik ben heel benieuwd. Ook hierna. Van de Kruidvat collectie heb ik hier hun blush. Ik heb hun blush al één keer gehad. En ik vond hem echt heel fijn. Focus. Ja, deze blushes van hun vind ik echt toppie. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb hier een shampoo bar en een conditioner bar van hun Nature's line. Volgens mij is dat gewoon hun naturel line. Ja, deze is 89% naturel en deze 77%. Dus dit is ook heel handig voor op reis als je gewoon makkelijk snel iets wilt meenemen voor je haar. Alles wat ik by the way niet gebruik, maak ik iemand anders mee blij. Ik heb hier de geweldige Essence Hydro Gel. Dit is voor de ogen, hier zo onder. Deze heb ik vandaag al gebruikt en ik gebruik hem letterlijk elke dag. Deze is super goedkoop en verkoelt hier zo echt helemaal. Dus als je wat opgezwollen onderogen hebt, wallen hier zo, dan is dit echt een heel fijn product. Deze heb ik al, dus ja, ik wist al wat ik ervan vind. Ik heb wat parfum, jongens. Eau de Toilette, Relax en Energy. Deze hebben ze ook in het groot. En ik denk gewoon dat dit, ja, de kleine versies zijn of zo. Oh, ik heb er 3 trouwens. Dit is Happy. Dus ik heb Happy, Relax en Energy. Deze 3 dus. Ik heb ze ook alle 3 in het groot. Alleen die heb ik weggegeven in een winactie. Ik heb hier hun setting spray, Make It Last spray. Ik gebruik altijd een setting spray aan het einde van je make-up. Zodat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Van Essence Hello Good Stuff Glow Serum. Dat geeft dan een mooie glow aan je gezicht. Oeh, glosjes. Deze high glosjes van Kruidvat vind ik ook altijd heel fijn. Kijk deze kleuren hoe mooi. Vooral deze nude kleur wil ik echt gaan proberen. Ziet er heel mooi uit. We hebben een brow gel. Deze ga ik ook vandaag testen. Ik heb mijn wenkjes al gedaan, maar ik heb expres nog geen brow gel gebruikt. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. Hier ben ik ook benieuwd naar. Deze Freckles Pen. Ook gewoon van de Kruidvat collectie. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Ik heb al een aantal fake freckles producten die ik goed vind. Dus ik hoop dat deze ook goed gaat zijn. Hij lijkt echt heel makkelijk. Het is gewoon letterlijk zo'n pen. Wel een beetje een grote pen. Dus ik ben benieuwd of het misschien niet, ja, te veel gaat zijn. Too much. Maar we will see. Van de Kruidvat collectie ook deze gel cream blush. Ik hou altijd van een goede cream blush. En een blush stick. Deze heb ik ook al van hun in een andere kleur. En deze is heel fijn. Dit is zowel een blush als een lip balm. Dus je kunt het gewoon voor allebei gebruiken. Deze kleur is wel echt heel donker. Ik heb hem in een iets lichtere kleur. Dan heb ik hier een scrub. Een hydrating scrub. Dit is altijd handig om te hebben. Vooral als je zelf bruint, als hoe ik doe. Ik scrub altijd mijn hele lichaam voordat ik dat doe. Maar is het echt een scrub? Ja, volgens mij wel. Echt gewoon een lichaamsscrub. Ik heb hier van Essence een balmpje. Gewoon een klein balmpje. En als laatste van de Essence gevoelige sensitive lijn. Ook deze mascara. Volgens mij heb ik deze al een keer getest en vond ik hem niet zo fijn. En dat was het dan, jongens. En nou is hij helemaal leeg. Oké, dat was dan de hele goodie bag. Super leuk. Nou ga ik dus alle make-up producten
aanbrengen op mijn gezicht. Oké, laten we beginnen met de make-up look. We zijn gelijk ingezoomd op mijn gezicht, omdat we gaan beginnen met de ogen. Maar ik ga eerst beginnen met de wenkbrauwen. Ik ga in met deze Kruidvat Brow Lamination Wenkbrauw Gel. Het is dus Brow Lamination. Brow Lamination is dat je je haren echt helemaal zo omhoog zet en het helemaal vastgelokt blijft zitten. Dus ik ben benieuwd. Het is wel echt een hele, hele grote tube. Meestal zijn dit soort producten iets kleiner. Maar we gaan het proberen. Ik heb mijn wenkjes ingevuld, maar nog geen gel. Zoals je kunt zien, mijn haren staan niet echt omhoog of zo. Oké, let's do this. Ik ben benieuwd of mijn haartjes ook echt gewoon de hele tijd omhoog gaan blijven staan. In ieder geval tot het einde van de make-up look. Dat kunnen we dus gewoon gelijk zien zometeen. Oeh, het is wel heel waterig. Ik zie dat mijn wenkbrauwproduct een beetje aan het verschuiven is. En dat is wat ik echt absoluut niet wil. Je moet ook echt best wel een aantal keer teruggaan in de tube om meer te pakken. Het pakt niet echt heel veel op in één keer. Nee, het verschuift echt helemaal mijn product. Het is heel mijn wenkbrauwpotlood er gewoon af aan het halen. Nee, dat is voor mij echt al reden genoeg om deze niet meer te gebruiken. Oh my gosh, kijk, het is er gewoon hier helemaal afgegaan. Ik ga gewoon in met mijn NYX Brow Gel die ik altijd gebruik. En dan ga ik alles echt even goed vastlokken, want dit is echt een bende. Nou, slecht begin van de video, maar we gaan gewoon met goede hoop verder. Oké, next up is dit paletje Welcome to Miami van Essence. Ik heb vaker dit soort paletjes van hun gebruikt. Ze zijn altijd wel, ja, gewoon oké. De kleuren zien er wel echt heel mooi tropisch uit. Ik ga eerst mijn ogen primen met de Essence X Merve oogschaduw primer. Ik denk, aangezien het Essence oogschaduw is, gaan we ook in met een Essence primer. Die uit mijn hand valt. Oké, ik ga vandaag voor een heftige look. Een cut crease look. Beetje zeemermin vibes. Wacht ik. Ik ga beginnen met deze twee paarse matte kleuren. Ik begin met deze donkere en dan deze lichte. Nou, qua blending is het echt toppie. De kleuren blenden echt top uit. Alleen qua pigmentatie had het wel iets beter gekund. Ik moest echt best wel veel aanbrengen. Vooral van die diepe paarse kleur. Nu ga ik in met deze blauwe kleur hier. En die breng ik zo hier op het einde aan, zeg maar. Dan ga ik ook weer met mijn Essence Primer de cut crease maken. Zoals je kunt zien heb ik de cut crease een beetje apart gemaakt, want ik heb hier een gat gemaakt. Heb ik ook gewoon gedaan met de primer. Het is echt heel goed gelukt, precies als hoe ik het in mijn hoofd heb. Dan pak ik deze lichte nude matte kleur. En met die kleur ga ik over de hele primer, dus om alles zo vast te lokken. Dan pak ik weer deze matte mint kleur. Dat is dus de kleur die ik ook hier heb gebruikt en daarmee ga ik mijn wing maken. Fantastisch. Jongens, dit gaat echt heel goed met zo'n goedkoop paletje. Ik merk wel dat ik werk met een iets betaalbaarder paletje. Omdat het me allemaal ietsje meer moeite kost. Maar uiteindelijk is het wel een mooi resultaat. En dan nu ga ik deze twee paarse kleuren die ik hier heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze blauwe glanzende kleur. En die wil ik dan hier zo in de binnenste hoek aanbrengen. Wow, die is heftig. Kijk even dit. Dit is echt zo zeemermin, galaxy, heelalachtig. Dan pak ik nog deze paarse glanzende kleur. En ook deze blauwe glanzende kleur hier. En met die twee kleuren ga ik een lijn maken over deze categories. Jongens, fantastisch. Dit geeft nog echt een extra pop aan deze look. Dan zijn we nu klaar met het paletje. Het heeft echt goed gepresteerd. Nou ga ik in met deze steentjes. Kijk even hoe mooi ze zijn. I love it. De perfecte kleuren voor deze look. En die ga ik dan nog een klein beetje aanbrengen. Dit is echt fantastisch. Echt heel alienachtig nou. Oké, we gaan verder met het volgende product. En dat is deze mascara die kennelijk nog zwarter moet zijn dan de normale Sky High mascara. Ik ben benieuwd. Jongens, over 2 dagen krijg ik weer een vernieuwde lash lift. Ze zijn weer een beetje gezakt helaas. Oké, zo ziet hij eruit. Deze verpakking is dus zwart en hun normale is zo roze paarsachtig. En gewoon precies dezelfde applicator. Kijk. Wow, hij maakt echt mega lang. Kijk even deze wimpers. I love it. Volgens mij maakte die andere niet eens zo echt heel lang. Ja, wel langer, maar niet zoals deze. Fantastisch! Ik denk wel echt dat ik verschil zie met de normale. Ik ben echt in shock. Het is langer en het is wat voller. Allebei, of het echt zwarter is, dat verschil zie ik niet echt. Misschien is het echt een heel minimaal verschil wat niet echt opvalt. Dus dat niet, maar hij is wel echt gewoon fantastisch. Hij werkt echt goed. Mijn wimpers zijn super lang, terwijl ik heb echt geen lange wimpers.
I like it. We zijn uitgezoomd. Ik ben echt zo blij met deze ooglook. De nep wimpers die ik op heb zijn van Kleon Cosmetics in de stijl Baby. En voor de rest heb ik primer opgedaan, foundation en concealer. Ik heb nog niet afgepoederd. Want nou wil ik ingaan met deze cream blush van het Kruidvat Huismerk Make-up Line. Deze heb ik nog nooit geprobeerd, dus daarom wil ik deze proberen. De Dreamy Glow Gel Cream Blush. En ik heb hem in de kleur 010 Delicate Apricot. Is denk ik gewoon zo'n peachy kleurtje. Ik breng een beetje van de blush aan op een wattenschuifje. Oeh, het is wel een beetje een lichte kleur. Dit is echt voor een lichte huidskleur, denk ik. Maar ja, ik ga het gewoon alsnog aanbrengen. Ik breng een beetje aan zo met mijn vingers. Ja, deze kleur is echt te licht. Dit is echt voor een lichte huidskleur. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien als ik het heb uitgeblend. Het voelt wel een beetje waterig aan of zo. Ja, het blendt gewoon helemaal weg. Het is niet mijn kleur. Het heeft sowieso niet heel veel pigment. Ik denk dat dit ideaal is voor een naturel dag. Als je echt houdt van naturel make-up. Ik ga wat meer aanbrengen. Ja, je kunt het echt op mij helemaal niet zien, jongens. Omdat de kleur gewoon veel te licht is. Het is wel een mooie kleur, dat wel. Maar een te lichte kleur van mij. Maar je kunt het wel een beetje zien. Zie je dit? Je ziet wel een beetje een kleurtje. Ik vind het op zich wel gewoon een mooi product. Ook ideaal als je geen make-up op doet. Je brengt er gewoon een beetje aan van deze blush. Om een beetje kleur terug te brengen in je gezicht. En dan ben je klaar. Het is wel een heel makkelijk product, dat wel. Maar ja, omdat de kleur gewoon niet matcht met mij, is het gewoon bijna niet te zien. Daar ben ik weer. Ik heb mijn gezicht afgemaakt. Poeder, neuscontour, bronzer, blush en highlight. En that's it. Nou wil ik ingaan met iets spannends. En dat is deze Fake Freckles Pen. Je kunt dus hiermee neppe sproetjes creëren. En dat ga ik dus doen hier zo allemaal bij mijn neus. Sproetjes is echt iets wat ik heel graag zou hebben gewild. Ik vind dat altijd zo mooi. Ik vind wel een beetje een grote pen. Een grotere pen dan dat de meeste fake freckle pennen hebben. Ik ga het gewoon even eerst op mijn hand doen. Gewoon zo'n paar stipjes en dan moet je het zo uitdeppen. Het is wel een beetje een oranje-ish kleur. Oké, het ziet er op zich wel gewoon goed uit. Ik ga het gewoon doen. Ik begin op mijn neus. Het is wel heel makkelijk om mee te werken, dat wel. Het blendt echt helemaal niet weg, jongens. What the F. Oh nee, dit is echt heel slecht. Dit zet gewoon letterlijk stippen op mijn gezicht en meer niet. Normaal breng je het zo aan en dan als je er zo overheen gaat met je vinger, dan blendt het een beetje zo weg en dan vervaagt het helemaal en dan lijkt het echt op sproetjes. Dit zijn gewoon letterlijk stippen op mijn gezicht. Zie je dit? Oké, dit heeft nou echt een beetje deze look verpest. Nee. Oké, wat kan ik doen om dit te fixen? Ik pak gewoon mijn beauty blender die ik net heb gebruikt voor make-up en ik ga er gewoon echt helemaal overheen. En dan hoop ik dat het alsnog een beetje kan vervagen. Ja, dit heeft op zich wel echt nut. Kijk. Oké, godzijdank. Zo ziet het er wel echt een stuk beter uit. Kijk. Nou is het echt een beetje vervaagd. Maar vind ik dit een goed product? Nee. No. Next up, deze lipgloss. Ik ben zo benieuwd naar deze kleur. Hij lijkt zo mooi. Een hele mooie lichte nude kleur. Dit is de kleur 020 Honestly Nude. Ik zal hem waarschijnlijk niet zo alleen aanbrengen. Maar dat ga ik nu wel doen. Omdat ik hem gewoon even eerst alleen aan jullie wil laten zien. En dan daarna laat ik zien hoe ik het normaal zou aanbrengen met een lippotloodje. Het ruikt echt heerlijk. Het heeft wat minder pigment dan dat ik had verwacht. Ik had iets meer pigment verwacht. Mooi product. Het brengt een beetje stroef aan, maar het is oké. Het plakt niet en het voelt een beetje mintachtig aan op mijn lippen. Oké, ja, nogmaals, zo alleen zou ik hem dus niet dragen. Ik ga in met mijn Nabla Close-Up lippotloodje in de kleur hashtag 5. Deze is echt bijna op, oh my gosh. Kijk hoe mooi. Met het juiste lippotloodje kun je echt elke kleur laten werken. Heel mooi. Ik vind het echt een mooie gloss. I love it. En dan last but not least, de Kruidvat Make Me Last Setting Spray. Glow and Refresh Setting Spray. Dus dit geeft ook een mooie glow aan je gezicht en refresht een beetje. Wel een beetje een agressief spray. Oh my gosh. Het heeft gewoon mijn gezicht nat gespoten. Oké, snel drogen voordat mijn hele gezicht wordt verpest. Er is niks vreselijker dan dat je 2 uur spendeert aan een look. En vervolgens met de laatste stap je de hele look verpest. Oké, dit was ook echt een no-no. We begonnen de video slecht en we eindigen de video ook gewoon lekker slecht. Hey, dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Het is echt goed gegaan. I love it. Echt een hele aparte, heftige look. De producten vandaag die ik echt absoluut niet aanraad is deze spray. Deze wenkbrauwgel. En deze fake freckles pen. Deze
deze drie producten vond ik echt slecht. De rest was gewoon echt goed. En wat ik echt vooral aanraad is deze mascara en deze lipgloss. Deze twee zijn echt amazing. Deze ga ik zeker vaker gebruiken. Heel mooi. Nou, ik vond het echt heel leuk om deze producten te testen. Let me know wat je vond van de video, van deze make-up look, van de producten. En wat voor video's je nog meer zou willen zien. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. De bel gaat. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!